kan me nog precies herinneren. Het was de First Lady of Yes. First Lady of Yes, die komt hier met Pim Jacobs, komt ze hier langs. Zit ze achterop. Ik zie de koeien allemaal reageren. Ik denk, hey. Ik heb hier de Diamond 5 gehad. Ik heb Ben Webster laten spelen. Op plaatjes staan. Toen draaide ik live het Philharmonic. En die, ik zag ze reageren. Live, daar houden ze van. Nou, kijk. Ik heb niks tegen een fijn moppie muziek. Ik draai zelf ook wel eens een plaatje. En in het begin ging het ook nog wel. Toen was het nog mee neuriebare muziek, mee fluitbare. Je kon er nog wat mee. Maar het was wel vrolijk. Dat vond ik wel goed. Live, je moet het live doen, maar dan wel live. En toen ben ik met die beentjes begonnen. Eerst hier vanuit de buurt. En het werden steeds grotere, want die beesten reageerden er goed op. Het geeft onrust. Stedelingen denken altijd dat het platteland zo rustig is. Nou, van geiden. Hier. Teringherrie van zijn trekker. Treinen rijden voorbij. Het is hier een en al herrie. Achter elkaar door. Hoe luisteren, platteland, landbouw. Er wordt hoog over opgegeven hoor, over landbouw. Maar we weten natuurlijk al even dat het een aflopende zaak is. Ik bedoel, dat is voorbij. En op een gegeven moment had ik hier een hele big band zitten. Want je moet dus blijven experimenteren, hè? Want die big band, dat appt dan weer weg. In het BIM-huis of in het nieuwe muziektheater, dat programmeren ze ook niet alles door elkaar. Daar zit een systeem in, daar is over nagedacht. Experimenteren, dat zit dus eigenlijk de oer van de Yes-muziek. Kom ik op een middag thuis, staat mijn vrouw te dansen. Maar toen wist ik wel hoe laat het was. Die man van 63, zijn vrouw, hè, waar het dus eigenlijk om dreigt te gaan, maar het niet zo is. Je houdt van rode oortjes. En van lang haar. Dus als je die jongens hier ziet spelen, ja, dan gaat hij te dakken. Dan komt hij thuis met het hoedje op. Die Ellie, dat is er een, hoor. Oh. Jazz op zich, dat is een kunstvorm die moet gewoon zijn plaats hebben. Dat is de geïmproviseerde muziek als geheel. Dat is een lange traditie. Dat moet gewoon zijn. Dat heeft recht van bestaan. Daar hoor je mij verder niet over. Kijk, die jongens die hier nu spelen, die zijn wereldberoemd. Ja, die zijn in Tokio geweest, die zijn in Amerika geweest en in de Verenigde Staten. En die vond ik al goed toen ze nog slecht waren. Kijk wat ze nu spelen. Ik vind het heus niet slecht. Dat hoor je mij niet zeggen. Ik bedoel, het wordt wel goed gespeeld. Dit zit strak in de noten. Het is een beetje rechtdoor naar school en kantoor. Maar goed, dat kan je hebben. Maar het gaat er mij om dat je keuzes maakt. En dat je de goede keuzes maakt. Er moet een beleid achter zitten. Er moet over nagedacht worden. En dat wordt er niet gedaan. Ja, en dan het verhaal dat het zogenaamd tussen mij en mijn vrouw zit. Nou, sorry hoor, mijn vrouw heeft er niks mee te maken. Niks. Heus niet. Niks. Het zit hem gewoon in de keuzes. Ik heb hier een hok vol varkens. Die zijn gek op Shostakovich. Maar daar ga ik niet aan toegeven natuurlijk. Dat begrijp ik toch wel. Je weet waar je hier zit. Ja? Je zit op klei. Dan weet je wat je moet spelen. Ja, zit je op geestgronden, dan is het een ander verhaal. Dan kan je andere dingen doen. Maar hier niet op klei. Er komt nog een moment dat die Bennink hier ook zit. En die Mengelberg. En dan ken je zijn vader ook. Ja, Mengelberg, Poterberg. Zo makkelijk allemaal, zeg. Kom nou. Ja, dat hele akkoordenschema. Ik weet het niet. En dat lange haar, dat zit me ook niet lekker. Sorry dat ik het zeg.
Talking Cows, ga dan weg, zeg. Talking Cows. Sorry, hoor.